Dames en heren, dit is een voorstel tot aanvulling van de agenda. Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bart van Malden bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van mevrouw Freya van der Bossen. En de heren Bart van Malderen en Jan Bertels tot onderzoek door het rekenhof naar de financiering van het beleidsdomein welzijn, volksgezonde gezin. Ik veronderstel, meneer Van Malderen, dat u even vraagt waarom dat... Het is geen hoogdringendheid, het is gewoon toevoegen naar de agenda. Hè? Even de duidelijkheid. Alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Collega's, bij verschillende gelegenheden heeft minister Van Deurzen en ook andere leden van de regering hier al aangekondigd dat er deze legislatuur een groeipad zou bestaan binnen de bevoegdheid welzijn, volksgezondheid en gezin van 500 miljoen euro. Nu, niet gering was onze verbazing toen we 2 weken geleden in de meerjarenbegroting van de Vlaamse regering onder de noemer welzijn de vermelding vinden voor het eerst van, quote-unquote, het afgesproken besparingspad. Een besparingspad in plaats van een uitbreidingspad, dat ertoe zou leiden dat de begroting welzijn tegen het einde van de legislatuur zou stijgen met 8 miljoen euro en niet de eerder vermelde 500 miljoen euro. Uiteraard is dit een flagrante tegenstrijd met eerdere beweringen, maar, en daarom leg het u ook vandaag voor, is dit een hypotheek op een correct debat in dit parlement. Tijdens eerdere debatten werd het bestaan van een dergelijk afgesproken besparingspad eigenlijk stevast ontkend of genegeerd. En ook tijdens de begrotingsbesprekingen, zowel in de commissie Welzijn als in de commissie Begroting, werd eigenlijk tot het opduiken van die meerjarenbegroting altijd uitgegaan van de aangekondigde 500 miljoen euro bijkomende middelen. 500 miljoen en geen 8 miljoen. En ondanks herhaaldelijk aandringen hebben we sindsdien op geen enkele manier, en ik weet anders niet meer hoe ik er moet aangeraken, op enige manier duiding, laat staan, een heldere verklaring gekregen van dit afgesproken besparingspad. U zal ongetwijfeld onze ongerustheid begrijpen, omdat een dergelijk afgesproken besparingspad en zelfs gewoon door zijn omvang onherroepelijk zal leiden tot prijsstijgingen of tot een vermindering van de kwaliteit. En bovendien wordt er op deze manier ook heel helder niet tegemoet gekomen aan door niemand ontkende tekorten in de zorgsector, wordt op deze manier de wachtlijst geen centimeter korter. En dit leidt in verschillende sectoren tot verwarring. We hebben hier net de actuele vragen gezien vanuit verschillende partijen en ook vanuit de meerderheid rond de situatie in de woonzorgcentra. Collega Bertels heeft uitdrukkelijk aan de minister gevraagd om toelichting te geven. In zijn laatste repliek is de minister ook niet ingegaan op die nadrukkelijke vraag van collega Bertels. Maar diezelfde minister publiceerde, en ik zou andere voorbeelden uit andere sectoren kunnen geven, maar het is vandaag Internationale Dag van de Handicap, dus ik neem een aantal voorbeelden uit de sector personen met een handicap. Op 12 november publiceert de minister van Welzijn de omzendbrief Uitbreidingsbeleid. En daarin kondigt hij gedetailleerd over verschillende jaren het uitbreidingsbeleid aan, voor een totaal van 330 miljoen bijkomende middelen die zouden zijn voorzien. Nochtans moet diezelfde minister in commissie ook al de nuance aangeven, en de cijfers zijn degene die we van de minister op dat punt gekregen hebben, dat er in totaal voor 13,5 miljoen wordt bespaard binnen de sector personen met een handicap. Recurrent, dus ook voor de volgende jaren. Als u ziet dat er in 16 18 miljoen wordt uitgetrokken, ja, dan is het duidelijk dat voor 2016 netto er niet ongelooflijk veel zal bijkomen. Zeker als je kijkt naar de punctuele besparingen, ik ga ze niet allemaal voorlezen, die in deze sector bijkomend nog eens voorzien zijn. Het is voor mij als parlementslid, maar wat erger is, voor gebruikers, stakeholders, voorzieningen, op dit ogenblik onmogelijk in te schatten wat de reële impact gaat zijn van het beleid op de capaciteit in deze sector alleen. En nogmaals, we kunnen het uitbreiden naar andere sectoren. En de vraag kan terechtgesteld worden of de minister over die beloofde middelen wel zal beschikken. Men publiceert het, maar zal men ook de centen hebben?
Eerder gaf de minister reeds toe in de commissie Welzijn dat er voor 2015 247 miljoen euro zou worden bespaard. En de vraag, we stellen bovendien vast... We gaan afronden. Ja, we stellen bovendien vast dat er intussen de meerjarenbegroting 2014 opgesteld door de administratie ten behoeve van de regeringsonderhandelingen en de net geciteerde nota meerjarenbeleid een bijkomend verschil van 232 miljoen euro is ingeschreven. Wij weten het op vandaag ook niet. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om aan deze informatie te komen. Goed. Meneer de voorzitter, ik weet dat u een goed debat belangrijk vindt. Het is ons onmogelijk om een kwalitatief debat te voeren rond de begroting zonder deze informatie. En ik vraag dus niet meer of niet minder dan dat het Rekenhof zich opnieuw kan buigen over deze deelbegroting. Volksgezondheid, welzijn en gezin, om duidelijk te maken Dank wat nu de impact is van dit afgesproken besparingspad. Dank u wel, meneer Van Malderen. Vraagt nog iemand het woord hierover? Mevrouw Van den Brand. Ik moet jij nog feliciteren voor uw eerste optreden, maar ik ben dat in de hele emotie ben ik dat vergeten. Ik was wel aan het wachten. Dat geldt eveneens voor meneer Bertels, maar u zult begrijpen dat ik dat niet allemaal kan uithouden van de 123, maar in ieder geval gefeliciteerd voor uw beide optreden. Zonder enig stuk papier trouwens. Maar u wil even aansluiten bij meneer Van Malderen. Ja, we willen aangeven dat we deze motie zullen steunen vanuit de Groen-fractie. De argumenten zijn voor een groot stuk opgesomd, kunnen we ons daarin in vinden. Ook wij moeten vaststellen dat er telkens wordt uitgepakt met 65 miljoen euro investeringen in welzijn. Dat is goed. Zou je dan zeggen, onze eerste reactie was, het is goed, maar het is te weinig, want iedereen heeft meer beloofd voor de verkiezingen dan dit en we weten dat dit onvoldoende is. Maar toen de begroting binnenkwam, bleek dat tegen die 65 miljoen euro 247 miljoen euro besparingen stonden. Ja, dan kan je niet meer over investeringen spreken. Dan kan je alleen maar aansluiten bij de analyse van het Rekenhof. Alle investeringen zullen ongedaan gemaakt worden of geneutraliseerd worden omwille van de besparingen die er tegelijkertijd gebeuren. De vragen die we in commissie stelden hierover creëerden enkel vaagheid. Het was nog niet duidelijk op welke manier besparingen werden doorgevoerd en het was ook vooral nog niet duidelijk op welke manier investeringen gingen ingevoerd worden. Op welke manier wordt de 40 miljoen die naar persoon met een handicap gaat geïnvesteerd? Het is niet duidelijk. Op welke manier wordt de 20 miljoen die daarin bespaard wordt uitgevoerd? Het is niet duidelijk. Als dan blijkt dat er behalve onduidelijkheid bovenop de grote besparing ook nog fouten in de rekening zitten, dan denk ik dat we deze motie moeten steunen. Meneer Janssens. Ja, voorzitter, heel kort, gezien de onduidelijkheid en gezien de waas van mysterie die over de nogthans aanzienlijke begroting van welzijn blijft hangen, ook vandaag nog tijdens actuele vragen hier in het parlement. En vermits er te vrezen valt dat bij de begrotingsbesprekingen ook nog altijd geen deftig serieus antwoord zal komen op de vele gestelde vragen, zullen wij ook deze motie steunen. Meneer Van den Heuvel. Twee opmerkingen vanuit onze fractie is één. Ik denk dat het Rekenhof onze voorbije weken al heel interessant materiaal heeft aan de hand gedaan. Zowel een heel uitgebreid rapport rond de begroting en de meerjarenbegroting. Twee, vind ik, meneer Van Malderen, wanneer u in het begin van uw motie schrijft van kijk, op het einde van de rit gaat er wel geteld 8 miljoen euro extra naar welzijn, dan weet u, en dat is dan intellectuele eerlijkheid, vind ik, u weet heel goed dat die meerjarenraming is opgemaakt op basis van constant beleid, dat men geen rekening houdt hier met nieuw beleid. Dus dat vind ik heel goedkoop om nu te schermen met die 8 miljoen. Dus wij vinden absoluut niet nodig om nu bij hoogdringendheid dit punt toe te voegen aan de agenda. Goed. Dus wij gaan de spreektijd... Ja, meneer, ik weet het, meneer Combé, maar er is één spreker per fractie. En waar het nu over gaat is gewoon de vraag, is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? Degenen die het erover eens zijn om dat tot de aanvulling van de agenda, die mogen nu recht staan. De Tobak is het ook eens. Dank je wel. Degenen die het niet eens zijn, mogen nu recht staan. Dan is het voorstel tot aanvulling van de agenda niet aangenomen en wordt het doorverwezen naar de... Niet aangenomen. Het incident is daarmee gesloten. Dit is een incident.